hoe corrupt is deze man? Wat heeft hij allemaal op zijn kerfstok? En wordt hij ook weer gewoon opnieuw premier als hij de verkiezingen wint? Ik heb in de Tweede Kamer heb ik een postvakje met geheime stukken uit Curaçao. Dat weet je ook. Er wordt veel gelekt uit Curaçao. Daar zitten geheime stukken van het Openbaar Ministerie, van de Belastingdienst, van de Veiligheidsdienst, zelfs van de Rijksministerraad. Ja, het zijn echt boeven. Het zijn echt boeven. Ja, ik kan dat niet allemaal vertellen, want daarvoor zijn het geheime stukken. Maar... Nee, maar dat boeven, dat heeft Hero Brinkman ook altijd al geroepen. Ja. Je moet iets specifieker zijn, denk ik. Nee, dat geldt voor Schotten, dat geldt ook voor minister van Financiën. Zeker ook minister van Economische Zaken, die desgevraagd van... Toen hem gevraagd werd, El Hakim, waarom ben je minister van Economische Zaken geweest? Ja, dat is goed voor mijn brillenzaak. Het zijn sjaggeraars, zoals we dat in Brabant noemen. Sjaggeraars, kleine ondernemers die nu van de ministerszetel gebruik maken om hun handel. Vriendjespolitiek, corruptie. Maar achter die mensen, achter Schotten, zit eigenlijk de lokale maffia. Robbie Dos Santos bijvoorbeeld is een beroemde naam van Robbie's Loterij. Dat is witwassen, fraude. En ook in de Verenigde Staten loopt nu een onderzoek tegen Robbie Dos Santos. De bankrekeningen van Robbie Dos Santos zijn bevroren. En de minister van Justitie van de regering Schotten heeft ook veel invloed proberen aan te wenden om dat weer ongedaan te maken. Wat onze minister van Financiën opstelt ook weer in grote problemen bracht. En ook het verslag van de Veiligheidsdienst, wat voor een deel op de site van de Telegraaf is terechtgekomen. Oh ja, als je dat leest, dat die mensen hadden nooit benoemd mogen worden. Maar het gebeurde wel. En dat is een fout van Nederland geweest. Dat is ook een fout wat ik ook toenmalig minister Donner erg kwaad nam. We hebben een nieuw land gemaakt. De financiën probeert op orde te brengen. Maar zoiets simpels als de screening van nieuwe ministers... is niet goed geregeld. Maar is het niet gewoon zo dat Nederland hier al lange tijd heel erg dubbel in zit? Vandaag merkte ik weer dat de meerderheid in de Tweede Kamer zegt van, nou ja, als de Curaçao het beter alleen af kan, dan zijn ze welkom om uit het Koninkrijk te vertrekken. Nou, dat zijn geluiden die je al langer hoort in het Nederlands parlement als het even lastig wordt. Maar tegelijkertijd, toen ik daar een keer met de fractievoorzitters was om zo'n mooie rondreis langs de eilanden te maken, toen nog in het oude bestel, u was daar niet bij, want de SP die boycott dat. Je stapt uit op Curaçao. Het eerste wat je ziet is van die AWACS-vliegtuigen van de Amerikanen. Ik bedoel, het ligt natuurlijk verschrikkelijk strategisch. Die daar vandaan hun drugsonderzoek doen, bijvoorbeeld. Onder andere, maar ook bij Venezuela. Het ligt eigenlijk voor de kust van Venezuela. Het is een hele strategische plek. En Nederland die zit daar natuurlijk ook met de defensie en justitieel inderdaad voor de drugs. Maar ook, er wordt dan bovenstommen weer spionage. Dus mijn vraag schreef was, hoe groot is nu de kans dat deze meneer Schotten, 19 oktober zijn de verkiezingen, weer via legale verkiezingen aan de macht komt? Wat ik heb begrepen van de nieuwe interim regering en wat er nu wel gaat gebeuren, is dat die screening... Ja. Wel doorgaat. Dus maar dat gaat wel een probleem geven dat als Schotten weer gekozen wordt... hij komt nooit meer in de regering. Want hij komt nooit door die screening. Nee. Hij zal eerder in de gevangenis komen dan in de regering. Nee. Wie zou er eigenlijk nog wel door die screening komen? Nou, van de huidige ministers, Jamaluddin niet, Monk niet, Hakim niet... Afijn, noem ze allemaal maar op. Rosario, bijna niemand. Maar het probleem is dan wel, dan zou de bevolking van Curaçao... Als ze Schotten weer opnieuw kiezen, ik weet het niet. Maar stel dat dat gebeurt, zou die nooit in de regering kunnen komen. Dat is ook een verhaal. Ja, dat is een provocatie naar de bevolking toe, die op hem gestemd heeft. Nou ja, dat ligt ook heel ingewikkeld. De laatste keer had hij niet eens gewonnen. De grootste partij werd natuurlijk even aan de kant geschoven. Ja. Dat is de PAR. Ik was een week na 10-10-10 was ik op Curaçao. Ik heb ook een aantal van deze mensen gesproken. Toen zat er heel veel frustratie bij de partijen die aan de kant stonden. En dat is ook, denk ik, dat heeft de polarisatie ook behoorlijk versterkt in de afgelopen jaren. Dus ik vind wel dat we 19 oktober moeten afwachten als het gaat om de verkiezingen die daar gehouden worden. Ik vind ook dat je op moet passen om iedereen maar als corrupt neer te zetten. Want ik heb daar ook heel veel mensen ontmoet die naar eer en geweten proberen een goede bijdrage aan het bestuur ook van hun eiland te geven. Maar niet meneer Schotten is in dat opzicht is behoorlijk door de mand gezakt. Ik ben echt ontzettend blij dat dit nu is gebeurd en de interimregering die nu zit wel met gekoeld hoofd daar zit en denkt, oké, nu gaan we van dit punt verder. Precies. En ze komen allemaal dan hopelijk ook door de screening, dat hoop ik echt. Maar dat is nu het punt waar ik denk van, oké, mensen, dit is nu gebeurd. Misschien is het een hele slechte start geweest voor Curaçao. We zijn nu maar 2 jaar oud als land. En gelukkig is het nu gebeurd.
En niet later. Maar wie gaat die screening doen dan? Want dat moet dan... Ja, dat is een probleem. Kijk, wat Schotten heeft gedaan, hij was benoemd. Toen moest er alsnog een screening plaatsvinden. Dat is onder zijn verantwoordelijkheid gebeurd. Heeft hij eerst het hoofd van de Veiligheidsdienst op non-actief gesteld. De volgende dag. Toen is er toch een heel kritisch rapport gekomen. En vervolgens heeft hij eigenlijk, met behulp van Colombia, die Veiligheidsdienst leeggeroofd. Waarbij naar mijn overtuiging ook belangrijke informatie van de Amerikanen en de Nederlanders op de internationale markt is terechtgekomen. En dat is denk ik ook een moment geweest dat hij zijn hand heeft overspeeld. En dat een aantal landen heeft gezegd van ja, maar dit kan zo niet meer. Maar dan blijft de vraag wie gaat hem screenen en ervoor zorgen dat hij het niet nog een keer wordt. Ja, nou ja, de Veiligheidsdienst van Curaçao ligt op zijn gat. Die gaat het niet doen? Ik weet dat er opnieuw wordt opgebouwd. Ik denk ook wel dat er enige bemoeienis vanuit Nederland is. Het zijn allemaal hele goede vragen. Er is nu een nieuwe interim minister-president. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Ja. En een van de taken die hij heeft is ook zorgen dat die screening kan plaatsvinden. Ik denk wel dat daar een rol van Nederland of de Amerikanen moet zijn. Maar dat spel wat vaak gespeeld wordt, wat dus ook nu door Schotten gespeeld wordt, door te zeggen het zijn de oude kolonialisten die nu weer proberen een staatsgreep te plegen. Want dat heeft hij eigenlijk gezegd ook op de televisie van Venezuela. Maar goed, hij speelt dat. Ja. En daar wordt meestal wel behoorlijk goed naar geluisterd op Curaçao als dat gezegd wordt. Nou, dat het de schuld is van Nederland of dat Nederland zijn hand overspeelt en dat het kolonialisten zijn. Maar het wordt ook een beetje oud. Het wordt een beetje oud om hetzelfde elke keer te roepen. En de mensen zien geen resultaat in wat hij dan wel aan het doen is. Dus ze geloven er niet meer in, denk je? Ik hoop van niet. Maar je zag ook toen hij in het fort zat. Hij heeft zichzelf opgesloten in het fort. Ik ga niet aftreden. In de hoop dat de politie hem zou steunen. In de hoop dat de bevolking hem zou steunen. De bevolking ging naar de film. Ja. En de politie ging even een broodje halen. Kijk, hij zat maar daar. Hij heeft gewoon Jan alle belastingmateriaal voor hem wat in het fort was, heeft hij in de papiermachine gestopt. Oh ja, maar dat heeft hij allemaal al lang gedaan. Maar in mijn postvakje ligt het ook allemaal nog. En ze mogen het zo komen halen. Daar kan van alles nou, mee. Nog één vraag toch, die altijd maar de hele dag speelt als wij er ook over praten. Wat hebben we daar in godsnaam nog mee te maken met het Curaçao? Ja. Weg ermee. Ze horen bij ons. Ze horen bij ons. Maar wanneer hoor je bij ons? Ja, ze horen bij ons. Maar tot wanneer hoor je bij ons? Nee, maar je moet zo zien. Ik heb er niet gekozen om Nederlander te zijn. Het is mij gegeven. Omdat ik daar geboren ben. Dus het is ook raar om jou te vragen, wil je dat maar gewoon niet meer zijn, omdat we last van jou hebben. Je bent het nou eenmaal. Nee, maar het gaat om het land. En nee, er zijn mensen die dit als oplossing zien. Ik kom uit het land en ik voel me als Nederlander hier en daar. Maar Nederland moet het wel voor de last opdraaien. Ja, maar hoe lang? Suriname is zelfstandig geworden. Wat we wel kunnen doen is meer. We kunnen wel meer op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan. Dat wij verantwoordelijk zijn voor het eiland is slecht. Maar je zou wel in een soort gemenebestconstructie kunnen samenwerken. Op Aruba zit nu een regering waar we ontzettend goed mee kunnen samenwerken. Op Curaçao kan dat niet. Als daar een regering komt waar die wil samenwerken met Nederland, kunnen we dat doen. Als daar een regering zit die zegt van u kunt vertellen wat u wilt, we doen het toch niet, dan kunnen we niet samenwerken. Dus we moeten echt die grondwet veranderen. Dat is in 2010 niet gebeurd. Dat heeft toen ook de ChristenUnie niet gedaan. Dat moeten we nu alsnog doen. Ja, gedaan. Ja, Arie. Ik dacht toch dat het een leuke avond was. Ja. Gaan we nog heel snel uit. Maar dan denk ik dat we ook eerlijk niet in het parlement. Nee? Goed, hartelijk dank. Laten we 19 oktober afwachten en hopen dat het goed afgaat.